Ja, goedemorgen lieve vrienden. Ik ben op tijd. Het is vandaag vrijdag. Het is 11:38 en het is 15 juni. De dag na de avondvierdaagse. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Vandaag krijg ik natuurlijk uiteraard Astrid weer. Maar ja, die houdt er totaal niet van, terwijl ze toch al een paar keer is op geweest. Dus ja, nee heb ik ja kunnen krijgen, ik weet het niet. Maar oké, komt allemaal wel goed. We gaan in ieder geval aan de broccoli vandaag. En ik moet de vaatwasser leeghalen, ik moet de vaatwasser vullen, want er staat een knap afwas op taart. Ik ben met eten bezig en ik ben met koffie bezig. En ik heb hier een foto liggen. Die heb ik uit de film gehaald van 7 juni, wat we gedaan hebben. Dat mijn man jarig had kunnen zijn, bloemen uitstrooien. Dat is Corrie. En dat ben ik, zei de gek. Want ja, dat we zullen er weer wat van maken vandaag. Maar ik moet ook broccoli opzetten en de benden opruimen. Nou, en daar staan dus op die gele naam, want die kreeg ik 7 juni. Die worden nou hard minder. Ja, de gele niet, maar de roze wel. En die roze kreeg ik gisteren. Plus die van Chrissy natuurlijk. Hè. Wie anders? Die denkt daar wel aan. Maar in ieder geval, mijn tafel staat er vol mee. 3 vazen. Hallo. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Maak er wat moois van met z'n allen. Later. Ja, lieve vrienden, en het is alweer avond en zoals ik al wel wist van tevoren, Astrid wou niet, hè? Nee. Maar ja, helemaal niks, niet getreurd. We hebben het eten ook al op, ze is al naar huis. En de hele avond lekker voor en mij en mijn diertjes alleen. Dus ja, het zit er weer op, de avondvierdaagse in. Lekker weer rustig aan. Ja, en we hebben nog volop te vloggen. Zoals morgen ga ik naar de kapper. Weet ik niet nu of ik nou daar vloggen mag. Het is wel dezelfde kapsalon, maar een andere kapper. Ja, niet degene die het vorige keer heeft gedaan. Maar ik neem het allemaal wel mee vanzelf. En anders doe ik het gewoon met mijn mobiel. Kan ook. Dan liggen nog de 2 zwart-witte weer bij elkaar. Wat leuk. Maar in ieder geval komt het allemaal wel goed. En, ik ga zo meteen ook lekker televisie kijken. Zo laat is het nog niet. Het is, hoe laat is het? 18:29. Nou, GTS begint pas om net na 8. Dus dat komt ook allemaal wel weer goed. En nou, dan hebben we zondag, er wordt helemaal al gevlogd, want ja, dan ga ik met de trein, met mijn scootmobiel in de trein. En dan heb ik mijn GoPro aan, dus ja, ik hoop dat dat gezien zal worden. Dat is altijd lekker eng, vind ik. Ga ik naar Den Haag, moet ook tussendoor overstappen. Dus ja, hoe en wat, ik krijg hulp, want anders kom ik er niet in en niet eruit. En in Den Haag, daar komt er nog eentje aan uit Emmeloordsdam, onze Jan van Dam, mijn maatje. En dan komen Karin en Roderick ons ophalen vanaf het station en ik denk wel weer gewoon bij de piano. Ja. Dus ja, er wordt morgen zondag sowieso volop gevlogd. Zowel van mijn kant, zowel bij Karin en Roderick. Ja. Dus het komt ook allemaal goed, allemaal leuk en gezellig. Ja, ja. En ja, mijn hondje die ligt lui te wezen. En hij heeft wel wat gegeten van zijn brokken, maar nog niet alles op. Hij heeft ook weer eens een keer wat lekkers gehad in zijn snuffelbak. Die groen met witte, want het andere is van de poesen. Hij is ook even met zijn bal bezig geweest. Maar ja, hij is liever lui dan moe. Ja, nou, daar kan ik niks aan doen. Laat hem lekker lui wezen. Hij wordt er ook tenslotte ouder op. Hij is ook een jaar of 11 nu. Dus
Maar dat komt allemaal wel goed. Hij heeft gisteravond is hij gevallen. Hij gleed eigenlijk uit, laat ik het zo zeggen, op die stalen plaat die ik heb leggen. Gleed hij op uit. En toen kwam die kreupel binnen. Even later ging het wel weer. Wou hij op de bank springen? Ging niet. Doet hij het nog een keer, toen ging het wel. En vanmiddag weer, viel hij weer. Wat hij doet, ik weet het niet, maar hij had geen goede balans in zijn linker achterpoot. Nee, daar heeft hij wat aan met de spieren, ik weet het niet. Dan loopt hij af en toe heel raar, alsof hij kramp heeft. Ja, ook daardoor kun je vallen. Dat hebben wij mensen ook. Als we kramp in onze kuiten hebben en we gaan staan, ja, kijk uit. Ja, je kan je been ook er nog doorbreken, hè. Maar in ieder geval, hij gaat door zonder te peuwen, zonder te piepen. Dus ja, dan is er verder niks aan de hand. Hij loopt op de trap op en af. Ja, komt het dan allemaal wel goed. Maar ik zeg nu, voor nu, veel kijkplezier naar de televisie. Ik geloof dat ook dat stommige voetbal van start is gegaan. Ik weet het niet. Maar die zou ook in deze dagen, geloof ik, zijn begonnen. Het weer. Alles is oranje. Nou, top. Maar in ieder geval, ik kom vanavond nog even wel een keertje retour. En dan sluiten we dan wel een keer af. Ik zou zeggen, tot later. Nou, maar weer even een blik op mijn tuintje. De bessenstruik die begint al heel goed te groeien. Alle kanten en bochten op. Ja, dat hopen dat er lekkere bessen aankomen. Ja, kijk. Daar hebben we al wat. Daar hebben we al wat. Dus ja, er komt al genoeg aan. Zo te zien. Daar ben ik wel weer blij mee. Deze kant zie ik het 1, 2, 3 nog niet. Maar maakt niet uit. Dat maakt niet uit. En het worden dan een witte bessen, hè. Die... Ja, nou. De lavendel doet het ook goed. En die, ja, dat is uitgebloeid momenteel. Er komen wel weer nieuwe. Dan moet weer eventjes... Moet ik even weer mee aan de gang, al dat dode spul eruit. Komt het ook wel weer goed. Nou, en de tomaten, die beginnen ook te groeien. Nul kool. Daar staan nog kleine. Daar komt wat minder zon bij. Maar het doet het allemaal goed. Ja, nou, en die begint ook te groeien als kool. Dat is dus een vlinderstruik. Nou, en mijn aardbeien. Kijk eens. En ja, hier hangt er eentje naar de... Die is zo klein. Dat is een muisaardbei. Ik heb ze vanavond even water gegeven. Dus dat komt ook wel goed. En een vrouwen. Nou, hiermee moet ik aan de gang. Nee, dat het moet allemaal drogen eerst. Dat droogt wel. Ja, het komt allemaal goed. Dus, nou, die staat er mooi bij. Nou, die begint ook een klein beetje op te klimmen. En mijn hondje. Hé, die ligt er ook lekker bij, hè? Ja, nou. Ja! Maar we gaan weer naar binnen, want ik vind het helemaal niet warm, nee. Het was overdag warmer dan nu. Meneertje blijft maar buiten even. Vindt hij niet erg. En dan zal ik de gordijn weer in de keuken open doen, want de zon die scheen er net naar binnen. En toen kon ik geen televisie meer kijken. Nou ja, dan schiet het ook niet op. Dus ja, die doen we even open. Een gedeelte, want het moet toch vanavond weer dicht. Zo, ook weer klaar. Ja, dan hebben we dat ook weer gedaan. En daar ligt het kleine dametje. En hebben jullie ook zo'n last van vliegen? Echt, ik ben er net bezig geweest met een vliegenmapper, maar echt. Ik word er niet vrolijk van, hoor. Tijdens een wijle wordt opgegeten door die kringen. Maar ja, doet er niet toe.
Ik ga lekker even televisie kijken en even op Facebook klungelen. En misschien nog een plaatje maken, ik weet het allemaal niet. Ik ga lekker rustig aan doen vandaag, vanavond, ja. Ze zeggen tot straks nog maar even. En dat zal ik denk ik wel moeten doen met mijn mobiel om de nachtsluiting ervan te maken. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer zaterdag. Ja, in de ochtend, heel vroeg. Het is om precies te zijn 1:38. En ik wens jullie allemaal een hele, hele goede nachtrust. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Mijn hondje die is aan het drinken. Doet hij altijd eventjes voordat we naar boven toe gaan. En daar gaat de klok nog slaan. 2:30, zegt hij. Maar die is achter, die krijgt niet gelijk. Ik wou dat ik wist hoe ik hem gelijk kon krijgen. Wie mij dat kan vertellen, kom maar op, vertel het me maar ik weet het niet, ja, dat wieltje en die klepel. Nou, moet hij omhoog, moet hij naar beneden? Ik weet het niet, ik heb het al een paar keer naar beneden gedaan, zo was dat helemaal aan het eind, en weer omhoog, maar alles wat er gebeurt, gelijk komen, doet hij niet. Ga je daar liggen, man? Nou, meneertje ligt even vies. Hé, baby. Ja nou, ben lief. Jij is lief, hè. Oh, goed, je dikke doosje, hè. Ja. Oh, goed, je dan, hè. Oh, zo'n hoopje, hè. Ja, dat hoofd. Ah, zo, mijn ketting vliegt de andere kant op. We gaan gewoon sluiten. Ja, ik ben moe. Ik ben af. Ik ben gebroken. Het was een lange, vermoeiende, zware week. En zondag wordt het weer een vermoeiende, zware dag. Want ja, dan ga ik naar Karin en Roderick. Dus ja, een lange reis voor de boeg. Daar heb ik ook hulp voor hoor, want anders kom ik er niet in vanzelf, want ik in die scootmobiel heb nog geen vleugels. Nee, helaas. Maar dat komt wel goed, we maken er een gezellige boel van. En dan kom je gewoon dood, moet thuis. Ja, dat maakt ook niet uit, ik heb boven een lekker bed staan en dat legt lekker. Dus, lieve vrienden, tot morgen. Doei doei. Oh, waar is die knop?